hoe is je dag? Heb je een goede dag? Ja, ik heb een goede dag. Oké, ja. Fijn. Ja. Goed, dus je bent goed gebeurd? Zeker, ja. Okay. Ik ben weer 3 maanden schoonverklaard wat betreft blaaskanker. Elke 3 maanden moet dat gecontroleerd worden. Dus toen dat werd uitgesproken vanmiddag... ja, heb ik wel jubelend in de auto gezeten, van hot naar her gereden. Fijn, en nu fijn ben ik hier. Fijn. En toen dacht ik, ik hoorde dinsdag dat het verboden is om Belgenmoppen te vertellen. He? Minister Ploemen die was daar wel heel streng over. Dus mevrouw... ik dacht, nou, dan ga ik een Belgenmopje vertellen. Nee, even voor de goede orde. Mevrouw Ploemen stelde de vraag, niet ik en niet de anderen aan tafel... kunnen we nog wel een Belgenmop vertellen in dit veranderende tijdperk? Ja, dat klopt, ja. Zullen we Belgenmoppen doen? Ja. Begin maar. Nou, waarom neemt een Belg altijd een mes mee in de auto? Geen idee. Om de bochten af te snijden. Waarom heeft een Belg Maggi in zijn auto? Weet ik niet. Voor als hij hem in de soep rijdt. Doe jij weer? Nou, als een Belg een vol fotorolletje heeft, waar gaat hij dan naartoe? Naar de ontwikkelaarscentrale? Nee, naar een ontwikkelingsland. 2 Belgen komen elkaar tegen. De laatste, of gaan we nog even door? 2 Belgen komen elkaar tegen, zit een vaart tussen. Ze roept de ene Belg tegen de andere. Zeg, hallo, ja... Hoe kom ik aan de overkant? Waarop die andere Belg zegt, daar loop je al. Ja, die vind ik wel heel leuk, hoor. Vind je die leuk? Ja, die vind ik leuk. Doorgaan? Nee, maar toch even een daad van verzet. Er mogen Belgenmop... Natuurlijk mogen de Belgenmop worden. Typhoon, een Belgenmop? Niet paraat. Jeroen, Belgenmop? Nee, niet paraat. Ja. Nou, je hebt nog een hele uitzending om daarover na te denken. Ja. Ja, ik wil van jullie alle 2 sowieso een Belgenmop horen. En van Kjeld Nuis ook, eigenlijk. Daad van verzet. Verzetsgroep, ja, verzetsgroep Borst. Als het onweert, die kent iedereen toch waarom een Belg voor het raam gaat staan. Omdat hij denkt dat hij gefotografeerd wordt. Oké, Jeroen, je hebt je plicht voldaan. Dat was snel. Nog iets serieus? Of... Nou, over precies 3 weken gaan Ado, Heidroze en ik een programma maken. Een 4-delige reeks bij HUMAN, NPO 2. En wij zijn ingetrokken in de Leeuwenhoek. De Leeuwenhoek is in Rotterdam een multicultureel... verpleeghuis met op de eerste verdieping een PG-afdeling, dat wil zeggen psychogeriatrisch. Je weet, mijn interesse voor mensen met dementie, die is groot. Datzelfde geldt voor Adelheid. Zij heeft haar moeder verloren aan die ziekte. En zij heeft hele mooie stukken gemaakt die echt nog terug te vinden zijn. En nog altijd reist zij rond als Alzheimer-fluisteraar. Nou, wij weten er best wel veel van. En we waren nou zo nieuwsgierig van... hoe is de stand van zaken nou in een willekeurig huis... in Rotterdam. We hebben gevraagd aan de man die daar de baas van is... mogen wij nou alles filmen? Nou, en die zei, tot onze grote verrassing... je mag alles filmen, doe het maar. Nou, 5 weken daar gezeten en daar hebben we rondgehobbeld. En het was één groot avontuur. We zijn we hebben 60 uur gefilmd. Daarvan zijn 4 keer 35 minuten overgebleven. En het was een feest om met de ouderen te zijn. En de ene is heel ver in zijn dementie... Die kan eigenlijk niks meer. Maar anderen zitten daar nog net in. En ja, wat je zag is toch wel jammer genoeg ook het beeld... van wat je in heel veel verpleeghuizen in Nederland ziet. Mensen die zich vervelen, die dommelen, die zitten te suffen. En Adelheid en ik hebben ons voorgenomen, als we daar zijn... dan gaan we ze vermaken met allerlei dingen. Dus nou ja, noem maar op, we hebben bingo gespeeld. Adelheid heeft een bad laten aanrukken... waar ze met iemand is ingegaan die echt niets meer kan... Nou, en we hebben heel veel gediscussieerd. We hebben ook kennis langs laten komen. Ken je filosoof Bert Keijzer? Dat is van gehoord, zeker. Ja, verpleeghuisarts. Hele verstandige dingen. Hugo de Jonge, de minister, is langsgekomen. De hoofd van de inspectie, Ronnie van Diemen. Nou, ik heb een fragmentje meegenomen om eens te kijken... hoe het nou kan zijn als je iemand een beetje extra aandacht geeft. Oké. Mijn moeder die zat zo vaak in de... nou ja, wat je noemt de verveling... En dan troffen mijn zus en ik had ze zo'n tafelkleed en een pers op de vloer... en er zitten van die draadjes aan de zijkant. Ken je dat ook, weet je wel? Zo die sliertjes. En dan zat ze eindeloos met haar nagels... dat eigenlijk te... Een soort ijsberen. Wat... Mooi! Ja. Nou, ik vind wel, hè, als ik ook bij mijn moeder kijk... en ik kom wel eens op een afdeling... Er wordt veel genietst, gedut, Ik zit in een verpleeghuis nu. Zo, en toch dit. Nou, dat vindt ze dan de hele dag. Nou, dan ga ik ook even liggen dan. Dat is lief. Mooi man, mooi. Het laatste stukje was zo leuk. Toen kwam ze niet meer bij van het lachen. Nee. En je komt ook heel dichtbij. En Adelheid gaf er nog een kusje. En die vrouw wilde mij weer kussen. En dat doe je dan allemaal. Ja, mensen met dementie hebben heel vaak huidhonger. Die willen gewoon dat je lekker dichtbij komt. Niet iedereen, dat moet je even uitvogelen. Maar we hebben gezocht naar de mensen die daar zaten. Dat waren er 34. En van bijna allemaal hadden we toestemming om te mogen filmen. Van de mantelzorgers, de familie van. En ja... Ja, je raakt iedere keer weer ontroerd. Het is zo ontzettend mooi. Het is de ontroering die ook een downer kan geven of een heel klein kindje. En zo had ik ook meneer Haak. Meneer Haak woont in Rotterdam. Aan het begin van zijn dementie. Maar hij is voor Ajax. Nou, die heb ik gepest, jongen. Die heb ik gepest. Gaan we dat zien ook? Ja, ja, Haak is echt een character. Maar er komen enorme characters in voor. En wat ook mooi is... Er is een meisje, dat heet Esmee. En nou ja, dat is de Florence Nightingale van in de Leeuwenhoek. Ja, je wordt echt verliefd op alle mensen die daar hun stinkende best doen. Of die daar noodgedwongen blijven. Nou ja, ik denk, ik laat het even zien. Ik wil altijd dat dit thema benoemd blijft worden. Ik ben best wel een beetje bezorgd. Je weet wat Karin Gamers en ik allemaal hebben gedaan. He, die 2,1 miljard. Er is eigenlijk nog maar weinig van die 2,1 miljard doorgedrongen. We zien nog altijd... He, we hebben afgesproken in het manifest. 2 op 8 moet. Ik denk in nog geen 20% van de gevallen in Nederland. Is het zo. Dus de politiek loopt voorop. Maar het veld, het zorgveld, maakt het zo ontzettend moeilijk. Nou ja, dus we blijven aan de gang met die zorg.